De gemeente Urk overtreedt de regels als het gaat om evenementenvergunningen. Door een vergunning regelmatig vlak voor of zelfs na een evenement te verstrekken en publiceren, overtreedt de gemeente zelfs de wet. Dat zegt advocaat Mark van Weeren. De gemeente die doet dat niet goed. Die, die lappen eigenlijk de regels die daarvoor zijn aan hun laars. Dus dit zou echt beter moeten. De kritiek op de gemeente Urk is niet mals. Het verlenen en bekendmaken van vergunningen gebeurt soms zo laat dat het de gespecialiseerde advocaat een doorn in het oog is. Mijn naam is Mark van Weeren, ik ben advocaat in Amsterdam en ik ben gespecialiseerd in vergunningen. De gemeente beoordeelt een evenement van tevoren, stelt voorwaarden aan de organisatie en geeft, als het mogelijk is, een vergunning af. Die vergunning wordt openbaar gemaakt via de krant en de website. Soms gebeurt dit alles pas vlak voor of zelfs na het evenement. We pikken er twee voorbeelden uit van het afgelopen jaar: de visbeteto-run, waaraan 1400 sporters deelnamen, en Urk op het ijs, waar kinderen konden schaatsen, maar waar ook diverse andere festiviteiten werden georganiseerd. Uit de officiële publicaties blijkt dat op 12 september in het gemeenteblad bekend wordt gemaakt dat er een vergunning is verleend voor de visbeteto-run. Maar die is op 10 september al gehouden. En de bekendmaking van de vergunning voor Urk op het IJs stond in het gemeenteblad van 19 december, terwijl dat al op 12 december was begonnen. Ook op de pagina Gemeentenieuws, die veel Urkers in het Urkerland lezen, wordt de vergunning voor het schaatsen weliswaar een paar dagen eerder bekendgemaakt, maar nog steeds drie dagen na de start van het evenement. Advocaat van Weren. Die vergunning, als die pas na het evenement gepubliceerd wordt, dat het eigenlijk geen geldige vergunning is. Hè? De vergunning wordt pas geldig nadat die is gepubliceerd. Het college van burgemeester en wethouders kan niet voor onze camera reageren. Maar het geeft toe dat het soms laat is met het verstrekken van vergunningen. Maar volgens het college is dat niet in strijd met de wet. Volgens hoogleraar Nationaal en Europees Bestuursrecht Anoushka Buijsen van de Universiteit van Utrecht is het even min in strijd met de wet. Maar, zo zegt de hoogleraar, de situatie is zeker onwenselijk. In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft iedere burger namelijk zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een vergunning. Maar als zo'n vergunning laat is, wordt het heel lastig om er nog iets aan te veranderen. Zegt advocaat Van Weren. Dat betekent ook dat degenen die bezwaar zouden willen maken tegen die vergunning. dat niet meer kunnen doen. Dus dan hebben ze geen rechtsbescherming. terwijl ze daar wel recht op hebben. De gemeente URK zegt dat deze manier van werken. met name voortvloeit uit het feit dat organisaties laat vergunningen aanvragen. Overigens wordt het verstrekken en publiceren. vlak voor of zelfs na een evenement niet echt als een probleem gezien. Want binnen de kleine gemeenschap weten burgers zelf meestal wel wat er staat te gebeuren. Volgens de gemeente Urk wordt een bezwaar tegen een verleende evenementenvergunning alsnog behandeld, ook al is dat evenement dan soms al geweest. Maar voor een burger lijkt dat dan niet meer zoveel zin te hebben. De gemeente ziet dat anders. Uit ingediende bezwaren kan namelijk alsnog lering worden getrokken. En die kennis kan helpen bij het beoordelen van nieuwe evenementen.